Dag allemaal. Leuk dat jullie kijken. Vandaag is het best wel een klein beetje een spannende dag voor mij. Want ik ga vandaag wat leuks doen op school. Ik ga namelijk lezen voren. Nee. Voorlezen uit een groot boek. Het is namelijk vandaag Nationale Leesvoordag. En ik mag voorlezen bij meester Max. Maar ja, voor het dag ga doen moet ik natuurlijk wel even mijn tas inpakken. Dus ik heb mijn tas hier aan liggen. En ik ga even lekker alles erin doen. Oh, kijk, een banaantje voor school doe ik in mijn tas. En weet je, ik heb nog geen ontbijtje op. Dus ik neem gelijk even tussendoor, als jullie het niet erg vinden. Heb ik alles klaar. Kijk, tante Angelique heeft mijn boterhammetjes al gesmeerd. Even kijken wat erop zit. Kaas van pinda's. En ze zegt altijd, je mag pas je boterhammetjes opeten als je op school bent, maar ja. Ik heb ook nog niet ontbeten, dus ik heb best wel een beetje honger. Nou, moet hem terug. Ik doe een banaantje er ook bij. Zo. In mijn tasje. Voor alle jongens en meisjes een mooie foto op school. Wacht even. Mijn kammetje. Zodat mijn haar altijd goed zit. Een schaar. Als er een lokje voor mijn oog hangt. En natuurlijk heel belangrijk. Het grote leesje voorboek van meester Max. Even kijken. Ik ga iets voorlezen over Poejep. Over Poejep. En als je wil weten waar het verhaaltje over Wacht even, misschien kunnen jullie het lezen thuis. Hier staat het. Poejep. Nou, en als je wil weten waar dat over gaat, moet je zeker blijven kijken. Is het voor je leesde dag nationaal? Nee, voorlezen nationaal. Je bent toch ook een kiwi, zeg? Hoeja. Het is vandaag Nationale Voorleesdag. En ik ga iets voorlezen over Poejep. Als je het wil weten, moet je gewoon mee naar binnen gaan, leuk. Hallo! Kijk eens even. Ga je gezellig mee naar binnen? We gaan kijken, ze zijn er allemaal. Zwaai even allemaal. Hallo! Het lijkt wel een broodje met Poep. Zwaai maar even, hallo! Lekkere muisjes! Oh, zit iedereen... Nee, wacht even. Nee, wacht even.
Zo, weet je, jij hebt volgens mij wel hele goede batterijen. Nee. Of... Kom eens even een klein beetje bij mij. Ja, ik kom even een klein beetje dicht bij me staan. Ik wil even weten hoe jij heet. Julian, blijf even staan. Ik heb namelijk vanmorgen mijn schooltas ingepakt. Wil ik even van jou weten of ik alles meegenomen heb voor de Nationale Leesjevoordag. Even kijken hoor. Ik dacht, jouw haar is een beetje lang. Dus nee. Ik dacht, ik ga gelijk even een beetje je haar in mijn... Ik dacht, maar niet. Kom even terug nog. Ik doe de schaar weg. Heb je vanmorgen je haar gekamd? Nee, in gel gedaan. Alleen in de gel gedaan. Kom, zullen we het even een beetje bijwerken? Zo. Helemaal goed. Het zit een stuk beter. Heb je al ontbeten? Ja. Ja, nou, ik was nog niet helemaal klaar. Ik had mijn broodtrommeltje meegenomen. Ik was thuis begonnen. Kijk, maar ik had mijn banaan nog niet op. Het is niet... Maar ik heb wel een boterham met... Wie vindt pindakaas lekker? Wie vindt pindakaas allemaal lekker? Neem ik even... Hop. Jij vindt er op een ronde cracker lekker. Ja, vindt je mama ook. Dat is goed voor Sonja Bakker. Hè? Ja.